Hoi en superleuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Welkom, mijn naam is Saartje en vandaag ga ik het met jullie hebben over het opzetten van een eigen bedrijf. Deze video stond al een hele tijd op mijn lijst om te maken voor jullie. Maar ik heb ermee gewacht omdat ik dacht ik wilde eerst echt gewoon goed alle informatie verzamelen voordat ik een video erover zou kunnen maken. En ik denk dat me dat inmiddels wel redelijk gelukt is. Dus in deze video vertel ik je van A tot Z waar je aan moet denken bij het beginnen van een eigen bedrijf. Waar je allemaal rekening mee moet houden. Ik geef je echt heel veel tips vooral. Dus blijf vooral lekker kijken. Doe een duimpje omhoog als je deze video interessant vindt. En abonneer op mijn YouTube kanaal wanneer je dit nog niet hebt gedaan. En dan gaan we beginnen. Als allereerst, je wil een bedrijf beginnen. Super tof, super leuk dat je die ambitie en die passie hebt. Bedenk je wel, een eigen bedrijf is best wel een dingetje. Het is niet zomaar iets wat je even hop opzet. En weet dat de meeste, ik wil je hiermee niet ontmoedigen, maar heel veel ondernemers stoppen binnen 3 jaar weer met hun bedrijf. Omdat ze toch niet de resultaten behaalden die ze verwacht hadden. Omdat het toch niet zo goed liep, omdat het toch niet zo leuk was. Dus het is heel goed om van tevoren echt goed na te denken voordat je begint met een eigen bedrijf. Maar jij wil niet zomaar beginnen met je eigen bedrijf, neem ik aan. Je hebt er al over nagedacht, dus je hebt al een enig idee wat je wil gaan doen. Nou, je hebt 2 varianten sowieso. De ene is dat je product gaat verkopen en de ander is dat je een dienst gaat verkopen. Wat ga jij doen? Ga je een product verkopen? Denk daarbij aan bijvoorbeeld een online webshop waarin je kleding verkoopt. Waarin je huidverzorgingsproducten verkoopt. Maakt niet uit wat het is, als je maar een product verkoopt. Of ga jij juist voor het verkopen van een dienst? Dus daarmee moet je denken aan bijvoorbeeld coaching. Financieel iets. Dat boekhouder. Als je maar iets gewoon doet waarbij je ZZP'er bent, zeg maar. Dus waarbij anderen jou kunnen inhuren. Of waarbij jij dus een bepaalde dienstverlening aanbiedt. Goed, als je dat weet, is het tijd om na te gaan denken over een bedrijfsnaam. Want je weet of je een product of een dienst wil gaan verkopen. Je weet ook al een beetje in welke richting je wilt gaan denken. Dan is het dus tijd om een bedrijfsnaam te verzinnen. En bedenk hierbij dat een bedrijfsnaam is echt best belangrijk. Dat wordt namelijk jouw visitekaartje. Datgeen waar klanten naar kijken, datgeen wat klanten horen. Als klanten dat horen, moeten ze gelijk aan jou denken. Dus zet van alles op papier waar jij je goed bij voelt. En laat het even ook vooral bezinken. Kies niet direct, maar laat het even bezinken en kijk waarvan jij denkt van nou, dit is een naam die lang mee kan, die een beetje tijdloos is, maar die wel duidelijk aankaart waar ik voor sta. Of wat ik wil bieden. En natuurlijk is het ook belangrijk dat jij gaat kijken of als jij eventueel in de toekomst een website bijvoorbeeld wilt, of die domeinnaam nog beschikbaar is. En of je, als je bij de KVK, Kamer van Koophandel, in gaat schrijven, of dat die naam daar al in gebruik is, of dat die nog niet in gebruik is. Dus kijk daar ook naar. Goed, je hebt een bedrijfsnaam, je weet welke richting je op wil, dan is het tijd om echt een beetje een globaal plan te maken. Je kunt 2 kanten nu op. Wil jij een bedrijf beginnen waarbij je een starterskapitaal nodig hebt? Dus waarbij je denkt van nou, ik wil iets groots opzetten. Daarbij heb ik echt, daar moet ik heel veel voor inkopen. Daar heb ik heel veel geld voor nodig om er eerst in te investeren. Dan moet je echt een bedrijfsplan op gaan zetten. Dus een heel bedrijfsplan met daarin wat je gaat doen, hoe je het gaat doen. Zoek op internet naar bedrijfsplan. Ik geloof dat Rabobank er gratis eentje heeft. En die kun jij helemaal gaan invullen dan. Maar is dit voor jou niet zo? Denk jij van, nou, ik wil gewoon iets gaan opzetten. Heb ik niet per se heel veel geld voor nodig. Een klein starterskapitaal waar ik zelf voor gespaard heb, is voldoende. Dan ga je het gewoon daarmee doen. Maar je gaat wel nadenken over een globaal plan. En een globaal plan, daarmee bedoel ik bepaalde vragen. Dus je gaat kijken naar, wat wil je nou? Wat heb jij te bieden? Wat is jouw expertise? Wat is jouw verhaal? Wat heb jij de klant te bieden? Hoe komen klanten bij jou? Wie is jouw klant? Wie is jouw ideale klant? Waar loopt jouw klant tegenaan?
Bied jij bijvoorbeeld dienstverlening? Wat zijn de pijnpunten van jouw klant? Waar kan jij nou juist jouw klant mee helpen? Waar komt jouw klant vandaan? Dus hoe komt jouw klant bij jou? Is dat online? Is dat offline? Dus ga je heel erg specificeren en denken in termen van de klant. Dus hoe wil je iemand aantrekken? Hoe wil je iemand zover, nog niet eens zozeer zover krijgen? Dat komt pas later, maar hoe komt iemand bij jou? Hoe ga jij jezelf laten zien in de markt? En daarbij is het dus heel erg belangrijk, ga je dat offline doen of online of een combinatie? Wees specifiek hierin. En hoe specifieker, hoe beter. Want jij gaat iets neerzetten en dat moet heel duidelijk zijn vooral. En je moet er heel veel passie voor hebben. Want juist als jij heel veel passie ergens voor hebt, dan houd je het vol. Als jij denkt, ja, dit lijkt me wel leuk om te doen, heeft het geen zin. Dan hou je het niet vol op den duur. Denk ook na over, wil je het hobbymatig doen of wil je het echt doen? Wil je er echt een living van maken? Wil je er part-time of full-time van kunnen leven? Kijk, als jij het hobbymatig doet, dan hoef je niet zozeer een Kamer van Koophandel inschrijving. Dan is het allemaal wat minder complex, om het zomaar te zeggen. Dan verdien je er wellicht ook niet heel veel mee of je doet het zelfs gratis. Maar dan is het minder complex als dat jij er echt een part-time of full-time living van wil maken. Sowieso ga jij iets verkopen online via een webshop en gebruik je Molly bijvoorbeeld. Dan ben je al verplicht om je ingeschreven te hebben bij de Kamer van Koophandel. Zodra jij een webshop begint, dan moet je bij de Kamer van Koophandel ingeschreven staan. Dat staat zo in de wetten. Dus hou daar ook rekening mee. Dan kan het nog steeds wel zo zijn dat je het hobbymatig wil doen. Maar bedenk je wel dat er natuurlijk ergens een grens is. En kijk ook vooral naar hoeveel tijd jij erin investeert. Want de Belastingdienst houdt namelijk bepaalde regels aan over wanneer je bijvoorbeeld, wanneer het uit overige loon is of wanneer het uit echt bedrijfsmatig loon is, hoeveel uur jij erin gestoken hebt. Dan is het tijd om nog een stapje verder te gaan. Want wat ga jij nou zelf doen en wat ga je uit handen geven? Denk hierbij aan verzekeringen. Je bedrijf heeft, met name als jij producten gaat verkopen, ook heel veel diensten, heeft je bedrijf echt verzekeringen nodig. Jij kunt niet zomaar dingen gaan aanbieden, want stel dat dat fout gaat, dat mensen schade oplopen, ja, dan ben jij daarvoor aansprakelijk. Dus ga kijken of jouw product of dienstverlening verzekeringen nodig heeft. Ik ben coach, ik heb geen verzekeringen nodig, omdat coach is een niet beschermde titel. Iedereen mag die titel in principe gebruiken. En dus, er zijn allemaal regels voor, maar het komt erop neer dat ik niet per se een verzekering hoef af te sluiten. Maar goed, kijk dus of dit voor jouw product of dienstverlening wel moet. Denk daarbij ook aan brancheverenigingen. Verenigingen die jouw beroep of die jouw dienstverlening of product ondersteunen. En vooral als jij een dienstverlening aanbiedt, kan dit nog wel eens makkelijk zijn, omdat brancheverenigingen juist bepaalde dingen uit handen nemen. Dus die zorgen ervoor dat jij een bepaald certificaat bijvoorbeeld krijgt of kunt halen. En daarnaast, stel dat er schade is of stel dat mensen niet eens zijn met jouw dienstverlening, dan kunnen ze een klacht indienen en dan wordt dat afgehandeld via een branchevereniging. En heb jij daar minder omkijken naar. Goed, je wil wellicht ook een website maken. Ga je dit zelf doen? Ga je dit uit handen geven? Wat voor website ga je maken? Ga je dat op WordPress doen of ga je dat elders doen? Dat zijn dingen waar je naar wil kijken. Ga je het op WordPress doen, heb ik echt een mega, mega, mega waardevolle tip voor je. Waar ik heel blij mee ben dat ik die zelf ook van iemand heb gekregen. En dat is, gebruik Elementor als plugin op WordPress. Daarmee kun jij jouw site bouwen zoals je zelf wilt. Dus daarmee heb je hele makkelijke blokken en daarmee kun jij dus alles maken zoals jij het wil. Echt super simpel, kind kan de was doen. En echt een top tool. Goed, ga je de administratie zelf doen of ga je hem uit handen geven? Hoeveel klanten verwacht je te hebben in je bedrijf?
Als je daar al een schatting van kunt doen, dan weet je ook ongeveer of dat je de administratie zelf gaat doen of dat je hem uit handen geeft. Mijn advies, heb jij of ga jij producten verkopen, geef het uit handen. Echt, alsjeblieft. Dat scheelt zoveel. Ik heb dat zelf niet gedaan. Ik heb het zelf allemaal in eigen hand gehouden. Maar dat kostte zoveel tijd. En daarnaast had ik daar achteraf ook nog eens de Belastingdienst op mijn dak. Omdat ik dus geen boekhouder had ingeschakeld. En ik een beginnend bedrijf was. Omdat jij producten verkoopt, koop je ook heel veel in. En ja, dat kost gewoon zoveel rompslomp om dat allemaal bij te houden. Mijn advies is echt, ga dat uitbesteden. Dat geld verdien je echt allemaal wel weer terug. Het is zo belangrijk dat dat allemaal goed geregeld is. Ik zit nu in een dienstverleningsbedrijf. Dus ik bied als coach mijn dienstverlening aan. En daarbij heb ik eigenlijk niks wat ik inkoop. Ik koop wellicht thee in of ik koop wellicht wat spullen in voor de kamer, voor mijn praktijkkamer. Maar that's it. Verder koop ik helemaal niks in. Want ik ben zelf de tool, zeg maar. Dus ik gebruik mezelf. Dus daarom is administratie veel makkelijker. Maar ik moet wel eerlijk bekennen, als ik straks meer klanten ga krijgen in mijn bedrijf, ga ik het ook uit handen geven. Ik wil me daar gewoon niet druk om hoeven te maken. Nu kan ik het nog zelf, maar er komt een punt waarop ik zeg, nee, ik ga het uit handen geven, want ik wil me daar niet mee bezig hoeven te houden. Kijk, als jij dat superleuk vindt, lekker zelf doen, maar anders, geef het uit handen. Dan kun je gewoon des te meer energie in je eigen bedrijf stoppen. Bied jij een dienstverlening aan? Ga kijken of het vergoed wordt. Heel veel, sommige dingen worden vergoed in dienstverleningsland. Kijk dus of dit voor jouw klant, cliënt ook zo is. Zoek dit even goed uit. En met name als coach heb ik hier heel veel werk in gespendeerd. Als coach wordt het niet vergoed. Spreek hiervoor ook desnoods verschillende instanties aan. Om er goed voor te zorgen en goed te weten of het nou vergoed wordt of niet. En tot welke categorie jij behoort. En wat je allemaal nodig hebt. Want dat is echt heel erg belangrijk. Zowel voor producten als voor dienstverlening wil je wellicht foto's maken. Je wil foto's maken van jezelf wellicht als je een dienstverlening aanbiedt. Maar ook als je producten maakt of producten verkoopt, dan wil je wellicht foto's hebben van je producten die je op de website kunt zetten. Nou, ga je dit zelf doen? Ga je deze zelf maken of ga je dit weer uit handen geven? Ik weet dat je tegenwoordig hele mooie studiootjes hebt, van die kleine studiootjes. Van die fotografiestudiootjes kun je overal kopen. Waarin je producten, kleine producten kunt fotograferen. Dus dat zou een tip zijn. Heb je grotere producten? Ja, dan moet je even kijken hoe je dat gaat aanpakken. Ga je daar mensen voor inhuren? Doe je dat zelf? Dat zijn allemaal dingen waar je over na moet denken. Dan komen we bij weer een nieuw stukje. Reclame maken. Want mensen komen natuurlijk niet zomaar bij jouw bedrijf. Je hebt wellicht al nagedacht over hoe mensen bij jouw bedrijf komen. Kijk hierbij ook weer naar, ben jij online jouw bedrijf aan het aanbieden of vooral offline? Dus bied jij jouw diensten online of offline aan? Als jij een product verkoopt, doe je dit dan online of offline? Heb jij online een webshop of heb je offline een winkel? Bied je diensten aan? Doe je dit online door middel van bepaalde cursussen? Of doe je dit offline door face-to-face iets aan te bieden? Kijk daarbij dus heel erg naar, als je online iets aanbiedt, zorg er dan ook voor dat je online reclame gaat maken. En als jij offline iets aanbiedt, dan ga je offline reclame maken. Dus online kun je dat door onwijs veel dingen doen tegenwoordig. Je kunt social media kun je inschakelen om je doelgroep te bereiken. Dus denk aan Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram. Daarop kun je tegenwoordig allemaal gesponsorde posts de deur uit doen. Twitter volgens mij niet, nog niet, maar de rest allemaal wel. Nou hoeft het niet eens gesponsord te zijn. Je kunt ook gewoon foto's maken, teksten onder en dat op je social media account plaatsen. Reageer op anderen. Kijk echt, maak daar echt een strategieplan ook in. Hoe ga jij ervoor zorgen dat mensen bij jou terechtkomen?
Hoe zorg je ervoor dat jij gezien wordt? Een hele goede online is natuurlijk reageren op iedereen, zodat je naamsbekendheid vergroot. Gebruik hashtags natuurlijk. Zorg dat je een gratis weggever bijvoorbeeld hebt die mensen kunnen downloaden. Of als je producten hebt, zorg ervoor dat je misschien testklanten hebt of zo die een review achter willen laten. Dan heb je win-win. Dus ja, je zult er wel eerst in eerste instantie iets voor moeten geven. Maar goed, je krijgt er ook weer heel veel waarde voor terug. Want als andere mensen zien dat jouw product goed is, positief beoordeeld wordt, dan willen mensen natuurlijk ook sneller weer iets bij jou kopen. Nou, mail mensen, laat weten dat jij er bent. Bied je bijvoorbeeld een dienstverlening aan. Als weet ik veel wat. Kijk of je bepaalde andere bedrijven kunt gaan mailen en kunt laten weten van hey, ik besta, ik doe dit en dit. Misschien heeft het zin voor klanten van jullie of ja, noem het maar op. Stel je bent spreker of zo, ja, ga dan gewoon mailen naar scholen, naar bedrijven, noem het maar op. Zoek contact en laat weten dat jij bestaat en dat jij er bent. Nou, maak video's op YouTube, dat kun je dus ook doen, is ook gratis, hoef je niet voor te betalen. Zo zien mensen ook dat jij er bent als ze zoeken in YouTube naar een bepaalde video. Daarnaast kun je voor producten kun je nog PR-bureaus inschakelen. Ja, ik weet dat ik toen ik natuurlijk Saar nog had, dat er ook zelfs bepaalde tijdschriften contact met mij opnamen. Met de vraag of ik in hun tijdschrift wilde komen. Wel tegen een bepaalde prijs natuurlijk. Maar goed, daar zou je ook eventueel gebruik van kunnen maken. Je kunt echt super veel bereiken met reclame. Nou, offline kun je natuurlijk ook van alles inzetten. Denk aan de krant, denk aan folders maken en bij mensen in de brievenbus doen of ergens op openbare plekken leggen. Eventueel kun je met producten op de markt gaan staan. Je kunt denken aan mond-tot-mond reclame, doordat jij een goede service aanbiedt. Ook offline kun je echt wel van alles inzetten. Alleen is het tegenwoordig steeds meer gefocust op online. Dus offline is best wel een uitdaging. Nou, we zijn al een heel eind. Door naar de prijs. Je gaat iets verkopen. Je moet een prijs bepalen. En hoe ga je dat nou doen? Kijk naar jouw kosten. Naar jouw productkosten. Als jij een product verkoopt, wat kost het jou om dat product in te kopen? Daarnaast, hoeveel tijd ben je ermee bezig om het eventueel nog in verpakkingen te doen? Hoeveel tijd ben je ermee bezig om het te verkopen? Denk aan de BTW. De BTW die moet je er nog bij optellen. Maar die moet je er ook weer afhalen. Want als jij belastingaangifte gaat doen, dan moet je die BTW voor de producten opgeven. Nou, ga je producten verzenden, dan verzendkosten, daar moet je ook rekening mee houden. Zorg ervoor dat je die uiteindelijk niet zelf betaalt, maar verreken die in je producten of niet. Maar laat die er dan later bovenop komen of zo. Dus dat je producten, dus je kunt of verzendkosten bijvoorbeeld gratis doen en dat je productprijs iets omhoog gooit. Of je kunt productprijs iets lager doen, maar dan betaalt gewoon ja, de klant de verzendkosten. De klant betaalt natuurlijk altijd de verzendkosten, maar bij de ene manier ziet de klant het niet en de andere manier wel. Dat is meer het verschil. Goed, als jij ervan wil leven, dan zul je er ook rekening mee moeten houden dat je eventueel pensioen moet afdragen. Want omdat jij ZZP'er bent, dus een eigen bedrijf hebt, er is geen werkgever die voor jou pensioen apart houdt. Dus hou daar ook rekening mee. Dat je dus dat doorberekent in de prijs van je product of dienstverlening. Nou, hoeveel winst wil jij maken? Heb je daar enig idee van? Kijk naar wat concurrenten aanbieden en wat jij jouw product ook waard vindt. En houd ook echt rekening met dat de belasting natuurlijk aan het eind van het jaar weer jouw winst wil weten en dat er ook een bepaalde winstaftrek is. Dus dat je belasting betaalt over die winst. Dat zijn echt allemaal dingen waar je rekening mee zult moeten houden. Oh jeetje, ik heb gewoon een droge stem van het praten.
zoveel dingen om rekening mee te houden als je een eigen bedrijf begint. Goed, dan kom ik bij het volgende. Want iets wat waar ik nu weer mee in aanraking ben gekomen en wat wellicht ook had geholpen als ik producten had verkocht, is het opzetten van een funnel. Ik weet niet of je daar bekend mee bent, maar een funnel is dus hetgeen achter de schermen wat ervoor zorgt dat dingen automatisch gaan. Dus stel jij biedt een dienstverlening aan en je maakt bijvoorbeeld een gratis weggever, dus een e-book of noem het allemaal op, tips of weet ik veel wat dan ook. Dan zit daar vaak een bepaalde strategie achter. Jij geeft jouw e-mailadres in ruil voordat je het e-book gratis kunt downloaden of iets anders kunt downloaden of krijgt. En die funnel die slaat dus al die e-mailadressen op. En wat jij dus vervolgens kunt met al die e-mailadressen is eventueel producten gaan verkopen en gaan aanbieden. Dus je kunt mensen via de mail kun je ze op de hoogte gaan stellen van bepaalde dingen. Dus een soort reclamemiddel is het eigenlijk. Kijk, heb jij bijvoorbeeld producten, heb jij een webshop, bied je producten aan, dan kun je bijvoorbeeld denken aan dat als iemand geklikt heeft op product X, maar het nog in zijn winkelmandje heeft zitten, dat diegene de volgende dag een mailtje krijgt van hey, we zien dat dit product nog in je winkelmandje zit. Ben je vergeten af te rekenen? Of misschien vind je dit en dit en dit product juist wel leuk? Dat je aan cross-selling gaat doen. Of aan upselling kan ook erin. Dus daar zijn heel veel mogelijkheden in. En superhandige mogelijkheden ook. Zonder dat jij daar eigenlijk iets voor hoeft te doen. Ja, je zult die funnel in het begin moeten instellen en zo. Maar goed, als dat eenmaal loopt, dan loopt dat voor iedereen, snap je? Dus iedereen die zich heeft aangemeld via de nieuwsbrief of via een ander middel op jouw website, kun je dat heel. Dat gaat allemaal automatisch achter de schermen. Daar heb jij geen omkijken meer naar. Maar het zorgt wel bij jou voor een hogere winst. Het zorgt voor jou voor passief inkomen. Dat werkt natuurlijk gewoon super. Goed, nu heb je alles zo goed als rond. Maar we hebben het nog niet gelanceerd natuurlijk. Dat is ook nog een dingetje wat moet gebeuren natuurlijk. Anders dan weet niemand dat het er is. Dus hoe ga je het lanceren? Heb je daar al over nagedacht? Ga je dit online weer doen of ga je dit offline doen? Heb je bijvoorbeeld een winkel en wil je die, ga je open om het zo maar te zeggen? Dus je gaat de opening lanceren van je winkel. Hoe ga je dit doen? Heb je bijvoorbeeld in de krant laten zetten dat je open gaat om mensen een kijkje in je winkel te laten geven die dag? Denk er ook aan van misschien aan een gratis goodiebox of aan een kleine weggever die dag of zo, of een lekkere korting voor mensen. Lok mensen echt naar jouw bedrijf toe. Dat is echt ontzettend belangrijk, want mensen komen niet zomaar. En als je mensen eenmaal naar je bedrijf toe hebt gelokt, dan kun je beginnen met de know, like en trust fase. Dus de know, het leren kennen. De like, mensen moeten je mogen. En de trust, mensen moeten je vertrouwen voordat ze een product bij jou aanschaffen. En dat kun je dus dan weer doen op verschillende manieren. Door middel van nieuwsbrieven, als je bijvoorbeeld een funnel hebt. Door op social media actief te zijn en bijvoorbeeld waardevolle informatie te delen of noem het allemaal maar op. Je hebt daar zoveel verschillende manieren voor, afhankelijk natuurlijk van of jij een product verkoopt of een dienstverlening. Maar goed, online lancering kan natuurlijk ook. Hoe ga je dat doen? Ga je dat doen door middel van een gesponsorde post? Ga je dat doen door middel van een winactie? Een gratis weggever, korting, noem het maar op. Hoe ga jij online de wereld laten weten dat jouw bedrijf gelanceerd is, zeg maar. Of dat jouw product gelanceerd is. Super belangrijk. En zoals ik in de voorbeelden al noemde, kan dat dus ook weer op verschillende manieren. Het allerbelangrijkste is dus know, like, trust. Zorg ervoor dat mensen jou leren kennen, dat mensen jou leuk vinden, dus een klik met jou gaan hebben, dat jouw doelgroep een klik met jou gaat hebben. Dat is het allerbelangrijkste. Niet iedereen kan jou mogen, maar jouw doelgroep, daar gaat het om. Die willen een klik met jou hebben.
Of daar wil jij een klik mee hebben. En vertrouwen. Want als je hun vertrouwen hebt, dan gaan hun producten bij jou aankopen en aanschaffen. En dan maak je ze eigenlijk fan of ambassadeur van jou. En dat is echt super waardevol voor jouw bedrijf natuurlijk. Want dat zorgt ervoor dat andere mensen ook weer bij jou terechtkomen. En dat hun jou aanprijzen. En dan kun jij je lekker focussen op de producten, op de dienstverlening. En doen andere mensen voor jou eigenlijk de rest. Dat was de video. Super lange video. Ik heb helemaal een schorre stem ervan. Ik hoop in ieder geval dat je er iets aan hebt gehad. Ik denk het wel. En ja, laat me weten als jij ook een eigen bedrijfje begint. Ik ben super benieuwd waarin dit zal zijn. Spam even lekker je bedrijf hieronder in de reacties. Vind ik super belangrijk dat we elkaar gewoon steunen. En als ondernemers zijnde, zeg maar. En ja, laat de wereld weten dat je er bent. Ik wens je super veel succes als je een eigen bedrijf gaat beginnen. Ik weet dat je het kan. Volhouden is key. En dan zie ik je natuurlijk heel graag weer volgende keer bij een nieuwe video.